Kijkers, Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. En met nadruk op goede. Een goede morgen, een goede middag, een goede avond. Want dat is zo belangrijk. Dat je misschien wel met een slechte avond begint, maar de andere dag weer met een goede morgen opstaat. En dat kan wel eens een probleem zijn voor sommige mensen. Want hoe gaat het echt met jou? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met u? Dat is de vraag, elke keer weer. En als het niet goed gaat, zijn er dan mensen om u heen die dat signaal oppakken? Die misschien u kennen en weten van, hé, er is iets mis, maar wat dan? Draai je dan niet om, maar informeer. Wees alert, daar gaat het uiteindelijk om. Natasja Bodder, ze komt zo aan het woord, zegt, stille strijd, die stilte is eenzaam. Ik beloof je dat wij blijven proberen voor jou, beloof jij mij dan ook datzelfde. Natasja Bodder, stadsdichter. We gaan kijken en luisteren naar een tweetal toespraken van respectievelijke wethouders Stenks en Postma. Het gedicht zelf van Natasja Bodder en wat er misschien nog meer gaat komen. Maar alstublieft, zelfdoding in Nederland, een enorm percentage, dat moet gestopt worden. Dus kijk niet weg en gebruik uw oren en uw ogen. Hoe gaat het echt met jou? Goedemiddag allemaal. Horen jullie mij allemaal? Ja? Oh, super. Mijn naam is Lotte. Ik ben onder andere betrokken geweest bij het project Stille Strijd om het beeld ook naar de gemeente Nissewaard te halen. En het beeld staat er sinds vorige week. En vandaag gaan we het afsluiten en dat doen we met Jeroen Postma en Hanneke Stenks. En zij gaan zo meteen kort wat vertellen. En daarna hebben we de stadsdichter nog en JUZ gaat ook nog iets voor ons doen. Dus Hanneke, graag het woord voor Hanneke. Ja, ik ben Hanneke, ik ben wethouder voor jeugd. En als ik kijk naar hoe het nu gaat met de jeugd, dan hebben we onze zorgen. En die zorgen die liggen namelijk in zo'n moeilijke hoek. Want het gaat hier over kinderen die zichzelf in hun hoofd opsluiten met hun problemen. We zien het vaak niet eens. We horen het niet eens. En we moeten het echt aan hun vragen van, hoe gaat het nou met jou? En dan komen ze echt niet als eerste met hun problemen van, ja, ik zie het niet meer zitten. Ik zie het leven helemaal niet meer zitten. En voordat we daarachter komen, kan het misschien soms wel eens te laat zijn. Dus het is aan ons, aan de omgeving, om daar echt naar te kijken. Naar mensen te kijken, naar mensen om te kijken. En de jeugd die heeft dat hartstikke hard nodig. Dus dit beeld, dit is het symbool. Het symbool voor ons allemaal om de jeugd in de gaten te houden. En depressie en zelfdoding is zo'n belangrijk iets. Want als je dat niet tijdig ziet, dan is het over. En ik ben ook heel blij dat mensen hier gekeken hebben. En vanaf het eerste moment dat het er stond, zijn er mensen geweest die hier bloemen neer hebben gelegd. Die hun eigen leed hebben laten zien. En er staan meer foto's. En als je ernaar kijkt, dan denk je, wat een prachtige mensen. Hoe kan dit? En waarom hebben we het niet gezien? Daarom leg ik als afscheid eigenlijk van het beeld. Het beeld gaat door. Leg ik als afscheid bloemen neer. Voor degene die we niet hebben kunnen helpen. Goedemiddag, dames en heren. Ja, nou, ik neem het stokje over van Hanneke. Indrukwekkend. Dat is eigenlijk het woord wat in de afgelopen weken wel heel vaak langs is gekomen. Mensen die op bezoek kwamen hier op het stadhuis, die allemaal het beeld zagen. En ook iedere dag als je er langs kwam, als je aan kwam fietsen 's ochtends vroeg, stonden er toch wel vaak even mensen te kijken. Legden er een kaartje neer, een kaarsje neer, een foto van een geliefde. En dan is het indrukwekkend hoeveel mensen er toch betrokken zijn bij die stille strijd. Hoeveel mensen die stille strijd ondergaan. En dan ben ik er trots op dat wij als gemeente hier aandacht aan vragen en proberen dat taboe, op het moment dat je met jezelf in de knoop zit, dat het geen stille strijd hoeft te zijn.
dat je op die deur mag kloppen en dat je herrie mag gaan maken. En dat je ervoor moet zorgen dat je gehoord wordt en dat je er mag zijn. En ik ben er trots op dat wij, dat het leeft, dit beeld in Nissewaard. Het beeld gaat door en neemt daarin alles wat de verhalen die Nissewaard erin bij heeft gedragen, neemt het met zich mee. En wat daarin wel het hele bijzondere is, dat het beeld in Nissewaard ook tot stand is gekomen door een inwoner die heeft gezegd: ik vind het belangrijk dat we hier aandacht aan besteden. Nou, dat heeft de gemeente omarmd. Dankzij Angela van Samen voor Inwoners is het beeld hier terechtgekomen en heeft het ook wel eigenlijk direct de plek verworven in het maatschappelijk gesprek wat we hierover hebben. Gisteren hadden wij een commissievergadering. Daar is ook dit thema heel vaak toch de revue gepasseerd. Want op het moment dat we het over jeugd hebben, over jongeren hebben, dan gaat het er ook vaak over hoe zorgen we er nou voor dat ja, iedereen gezien wordt, iedereen gehoord wordt en dat iedereen weet dat hij een plek heeft waar die thuis hoort en waar die gezien wordt. Dus wij gaan de stille strijd, gaan we in Nissewaard geluid blijven geven. We gaan aandacht blijven vragen bij verenigingen, bij scholen, op sportclubs, overal waar mensen komen, waar jongeren komen, waar mensen die met jongeren in aanraking komen. Gaan wij informatiepakketten uitdelen, zorgen we ervoor dat de stille strijd niet alleen dit beeld is, maar dat de stille strijd de strijd is van iedereen en dat we met elkaar die stilte gaan doorbreken. En daar ben ik trots op dat we daar die aandacht op blijven vestigen. Goedemiddag allemaal. Net middag is het. Ik mocht 10 dagen geleden mocht ik dit beeld ook openen hier bij de opening. En dat heb ik met een gedicht gedaan en daar is heel veel reactie op gekomen wat ik eigenlijk niet had verwacht. Dus ik ben heel erg dankbaar überhaupt voor de mensen die met mij hun verhaal hebben gedeeld. En ik hoop alleen maar dat we dat met elkaar blijven delen, zodat we elkaar kunnen steunen en ons niet zo alleen voelen. Dus ik ga hem nogmaals delen. Het glas is half vol. Pluk de dag. Achter de wolken schijnt de zon. We gebruiken taal in een poging het niet mooie mooi te maken. Ik in mijn functie misschien nog wel het meest. Maar soms is het niet mooie gewoonweg afgrijzelijk lelijk. Ik ga hier niet verpakken dat dat anders is. Ik ga hier niet verpakken dat dat soms niet voor altijd lijkt. Zal zelfs niet beweren dat dat niet zo zal zijn, want zijn we eerlijk? Ik weet het niet. En wij weten allebei dat als ik dat wel verkondigde, jij wist dat dat bullshit zou zijn. Het enige wat ik je kan zeggen, is dat mijn wereld 4 jaar geleden zwart was. De smog te dik om nog doorheen te kijken. Ogen überhaupt meer dicht dan open. Mijn armen te moe om nog iets op de tas te doen. Hoe kom je vooruit als je benen te zwaar? Ik kreeg kippenvel van mensen die zeiden dat het wel goed kwam. Nog meer dan van de mensen die niks zeiden. Het heel misschien niet zagen, maar waarschijnlijk er nog wel zagen, maar niks wisten te zeggen. Want ja, die stilte, die is eenzaam, maar niet serieus ingeschat is kouder, ik weet. De zon scheen waarschijnlijk ook toen wel op mijn huid, maar geen warme stralen die bijtasten. Zonnebrillen overbodig, wanneer je alleen grijstinten waarnam. Zonnebrillen overbodig, als je je huis niet uitkwam. Ik ga je niet zeggen dat je dat wel moet doen. Dat je stap voor stap mijn traject moet volgen, want wie ben ik? Het enige dat ik weet is dat ik hier vandaag sta. Het enige dat ik weet is dat ik... Het enige wat ik vanuit ga is dat ik toen zeker wist dat ik niet meer wilde. Alle tegenargumenten weg kon redeneren. Het enige dat ik weet is dat ik nu dagelijk opsta en zonnebrand opsmeer bij opstaan omdat ik weet dat ik mijn huis uitga. Het enige dat ik weet is dat als ik toen geen 113 had geappt, ik hier waarschijnlijk niet zou staan. Het enige dat ik weet is dat met mij 184.515 anderen hun telefoon ontgrendelden en dat dit nut heeft.
Dat er mensen zijn die je hand beetpakken als jij één trillende vinger uitsteekt. Het is niet in één dag opgelost. Maar in één dag kan je een eerste stap zetten. Ook wanneer je benen te zwaar. Een appje, een website, het scannen van een code. Ik beloof niet dat de weg alleen maar verlossend is. Maar ik beloof je dat ik te veel mensen om me heen ken zoals ik die het zeker wisten. Toen iets minder zeker. En zodra je die wankeling eenmaal voelt, er geen stoppen meer is, ik beloof je dat we constant verder denken. Dat we constant meer bewegen om te zorgen dat jij ons ziet, om te zorgen dat wij er zijn wanneer jij dat nodig. Wanneer je twijfelt of je ons al wel nodig. Wanneer je twijfelt of je niet te zwaar. Ik beloof je dat we blijven opzetten. Uitbreiden, opleiden. Ik beloof je dat wij blijven proberen. Voor jou. Beloof jij mij dan dat jij dat ook? Dankjewel. Ik mag, wat ik heel mooi vond. Ik vind het best wel lastig, dit onderwerp. En ik wilde er eigenlijk iets bij leggen en ik wist niet zo goed hoe. En toen appte, Lotte en de collega, die appte mij en die zeiden, mogen we een stukje van je gedicht meegeven aan deze reis? En dat hij dan meereist de andere steden in. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk precies wat ik mee wil geven. Dus Lotte heeft dat heel mooi voor mij gemaakt, dus dat ga ik erbij leggen. Dankjewel dat ik dat mocht doen. Natasja, bedankt voor het mooie gedicht dat je voorgedragen hebt. Dan wil ik nu het woord geven aan JOZ. Die gaan een sketch opvoeren over psychische klachten. En hoe dat is als je het met iemand kan delen. Hey, jongen. Hoe is het, Marlo? Ja, goed met jou? Ja, goed, man. Zo, wat ga je doen? Ja, ik heb er een paar dingen over gelezen, ja. Ja? Ja. Dat is mooi, hè? Ja, maar goed, je moet naar school, man. Doe je ding, ja? Is goed. Ik zie je... Ja, ik zie je snel. Hey, fijne dag, hè? Ja. Tot later. Doei. Ja, joh. Kan ik niks voor je doen? Nee, joh, komt goed, man. Je weet van mij, ik lach altijd. Yeah. Ik kom goed. Ik red me wel. Ik heb geen hulp nodig. Je weet het zeker, toch? Ja, 100%. Als er wat is, moet je me zeggen. Ja, ja, goed. Het is goed, joh. Yes. Oké, ga je zien, hè? Snel, hè? Het is goed. Fijne dag, jongen. Jij ook. Indrukwekkende beelden, indrukwekkende woorden van een tweetal wethouders. Postma, Stenks, een prachtig gedicht van de stadsdichter Natasja Bodde. En een performance van de mensen van JOZ laat duidelijk zien waar het allemaal om gaat. Het beeld verdwijnt. Het beeld, het fysieke beeld hier voor het gemeentehuis van Spijkenissen en Nissewaard. En gaat weer naar een andere stad. Waar ook weer aandacht wordt gevraagd tegen zelfdoding. En het is verbazendwekkend hoeveel jongeren in Nederland en ook elders in de wereld met die gedachten rondlopen. En het is ook zo duidelijk geworden hier in Nissewaard dat die signalen die worden afgegeven, dat die niet worden herkend, niet worden gehoord of niet worden begrepen. En daar gaat het uiteindelijk om. Die signalen. Het gegil om hulp, maar zo hard gegil dat niemand het hoort. Alsjeblieft, kijk om je heen, wees alert en daar gaat het uiteindelijk om. Die alertheid kan mensenlevens redden. Achter mij allemaal handjes van kinderen uit Nissewaard van de kinderraad. Hoeveel van deze kinderen lopen misschien over een paar jaar ook met diezelfde gedachten rond? Wees alert, daar gaat het uiteindelijk om. En beter
over handelen als niet handelen. Onze hand erop. Van ons, Botlek TV, achter de camera, Roel van Deursen, Joop van der Hoor. Dank u wel.